En nou, toch nog bij je staan, mag ik vragen wie jij bent? Wie ik? Ja? Ik ben Nanda Rubbe. En ik zit hier al, weet ik niet zo goed, een jaar of acht of zo. Oké, dat is ook best lang. Ben jij ook een Middelburgse dame? Ja. Ik woon hier. Ik heb Utrecht gestudeerd, maar ik woon sinds 2002 in Middelburg. Dat is al best wel weer lang. Ja. Fijne stad, hè? Fijne stad. Hele fijne stad. En ja, eerst heb ik in Kipvis gezeten. Ook, ja. Bij het molenwater nog. En toen was ik heel blij dat ik hier een mooi atelier kreeg. Blij is het voor jullie allemaal, want het is, het is echt een uit schoolgebouw. Maar maakt het het leuker om in te werken? Of maakt dat... Nou, het is natuurlijk een vaste plek. Ja. En bij Kipvis, die weten nooit of ze eigenlijk weer uit het gebouw moeten of zo. Dus het is gewoon fijn om een plek te hebben dat je niet de hele tijd het gevoel hebt dat je er weg moet. Ja, want het tijdje was ook weer niet in het nieuws en de Vlissingse bezuinigingen. En... Ja, bij Kipvis is het eigenlijk altijd dat ze ook niet, nu in Vlissingen ook. Maar hier was dat ook, zeg maar, toen we bij het molenwater zaten. Wat zit ik met de arm? Ik heb al allemaal dingetjes in mijn hand. Ja, dit is mijn atelier. Ik zal even wat doen. Dit is niet zeg maar echt een expositie. Nee, maar ik zie wel ontheemd staan. Ja, dus dit is gewoon mijn muur waar ik momenteel aan het werk ben. Dus dit is gewoon work in progress. Dus daar zit dit ook gewoon met wat plakbandjes. Ja, want ik zie dat we dus. Want ik zie bij jou allerlei. Want jij maakt ook allemaal verschillende dingen. Ja, ik heb heel veel op papier gewerkt met inkt en nu ben ik meer op doek aan het schilderen. En dat heb ik ook altijd ook wel gedaan hoor, maar nu ben ik meer schilderijen op doek aan het doen en ben ik bezig om net zo op doek te kunnen werken als op papier. Dus ik heb een bepaalde techniek eigenlijk ontwikkeld de afgelopen jaar om doekjes beter over te kunnen schilderen. Okay. Want normaal, als je een doekje hebt en je schildert er wat op, dan kan je niet zomaar iets overheen schilderen. Tenminste, in mijn geval niet. Want dat blijf je altijd allemaal eronder zien. En dus ik ben met gesso, dat is een soort wit waarmee je doek wit kan maken. Ben ik erachter gekomen als ik dat met een rakel doe. Dus dat is een soort recht pad ding. En ik het zo helemaal eroverheen veeg, de gesso, dan wordt het eigenlijk weer een mooi echt recht vlak waar ik daardoor weer eroverheen kan zonder dat je kwaststrepen, zeg maar. Maar dit klinkt echt alsof jij gewoon nog dus in de loop van je loopbaan of je, hoe zou ik het zeggen, dat je technieken gewoon steeds doorontwikkelt, of is dat... Ja, absoluut, ja. Maar ja. Ik weet er echt heel weinig van, maar ik laat het natuurlijk wel eens af van de grote... Het schilders dat ze dan de ronde gaan kijken, dat er dan nog een schilderij onder zat of zo, bij Rembrandt of Van Gogh. Of, maar dat heeft daar helemaal niks mee te maken, dat is een andere. Of kenden zij de techniek die jij nu ontdekt? Er zullen wel vast meer mensen zijn die zo werken of zo. Ja. En dus wat dat betreft zal ik het wiel opnieuw hebben uitgevonden. Maar, voor mij werkt het zo. En dan moet je dus achterkomen, want je kan je doek wel overschilderen met een wit laag, maar dat doe je dan met een kwast en dan. Ja, dan werd het gewoon niet naar mijn zin. Nee. Dus het werd gewoon niet goed genoeg om dat te kunnen doen. En nu wel. En daar ben ik eigenlijk op doorgegaan. En daar heb je, dat is dan wel op papier? Dat is dan wat kleiner? Dat zijn gewoon foto's. Dus okay. Ik werk eigenlijk aan de hand van foto's altijd. Van het atomium tot een... Ja, ik ben nu eigenlijk bezig met een serie wat dus voor mij... dat woord wat daar hangt ontheemd is een soort... basisding. En dat zijn allemaal foto's die ik heb gemaakt onderweg. Is dat basis in jouw werk? Ja, een soort gewoon iets in mijn hoofd, dat woord, daar gaat het over. En is dat omdat je jezelf ook ontheemd voelt of zo? Of is dat, gaat dat te ver om daar weg? Ik bedoel, iedereen zal zich misschien wel eens ontheemd voelen, maar dat is niet... het gaat meer over een tentoonstelling die ik ga maken dus in de bewaarscholen. Okay. En bij Van den Bergen ook in april. En daarvoor is het grond. En bij de bewaarscholen, daar heette de hele tentoonstellingslijn 2 jaar lang Adrift.
Dus eigenlijk... Dat is ook een soort ontheemd adrift. Ja, niet? Ja, dus opdrift, daar is het woord ontheemd. Bij mij komt het voort. Dus het gaat ook een beetje over... Ja, ontheemd zijn. En dat kan je dan doortrekken naar, weet ik het, vluchtelingen of zo. Maar ook daar, ja, gewoon ook persoonlijk. Maar ook zelf kan je af en toe... En hoe is dat dan hier, hier in deze omgeving, de Sint-Jans omgeving, met dat mooie beeld in de tuin? Voel je je hier wel helemaal thuis? Oh, hier voel ik me helemaal thuis. Ja? Maar er zijn geen mensen die hier ook wonen of zo? Of is er een soort conciërge die hier... Nee, je mag hier niet wonen. Het is puur atelier. Ja. Dus je kan hier niet... Volgens mij is er wel een tijdje geweest dat hier mensen in wonen. Of vergis ik me dan? Nee, niet zover. Ik weet niet. Nee, want het was dus vrije schooltijd. En het is daarvoor ook een school geweest. Ja, ik zag er net dat ding. Dus dat ga ik straks even aan je collega vragen. Van de oude foto's en zo. Het is ook echt een lang daarvoor school geweest. Ja, en of er daartussen wel eens mensen in hebben gewoond, dat weet ik eigenlijk niet. Je ziet ook nog een oude schouw of een oude... Ja. Oké, dankjewel voor je toelichting.